Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 18 december. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Het is hier een bende van ellende, want Bunny heeft er in zijn kooi lopen rennen. Kijk, het ziet er echt niet uit. Het is overal zaagsel. Zelfs staaf is er helemaal onder. Dat ga ik zo even opruimen. Ik ga hem even met stofferen blik terug in de kooi doen, want je ziet de kooi raakt een beetje leeg. Dus dat ga ik zo even doen. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb wel mijn foto's ook bewerkt. En ik heb Paleis voor een prikje gekeken. Ik heb Chateau Meiland gezien. Dat was nu, ze gingen dat chateau in kerstsferen brengen. Ik heb het programma nooit gevolgd. Maar ik zag wel eens wat beelden van Martien voorbij komen. Bijvoorbeeld in Ranking the Stars. En dat vond ik toch wel heel grappig. Televisie gala vond ik ook wel grappig. Dus toen heb ik, toen dacht ik van nou weet je... Ik zet het gewoon aan. Er is verder toch niks. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb Rekje gekeken. Ik heb Lee gekeken. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb foto's bewerkt. Dus vanavond moet ik een artikel schrijven. En nu moet ik soms in de woonkamer doen. Maar ik ga eerst even met de stoffer en blik die dit opruimen. Want ja, dit kan eigenlijk niet. Want ja, dit is gewoon drama. Even een appje beantwoorden. En dan ga ik zo meteen, als ik dat heb gedaan, ga ik even lekker stofzuigen en zo. En daarna ga ik gewoon editen. Morgen moet ik kerstcadeaus kopen. En ik vind het best wel een dingetje. Ik ben er heel slecht in kerstcadeaus. Of sowieso in cadeaus kopen. Naast zegt altijd, je bent al heel creatief. Maar ja, ik moet nu ook voor de mannen. En mijn vader had er wel iets doorgegeven wat hij wilde hebben. Maar voor Frank, ik weet het weer niet. Dus ik had al Naast gevraagd, wat wil Frank hebben? Ja, lastig. Want ze vinden het zelf ook best wel lastig. En dat snap ik wel. Ik was juist blij dat ik er dus vanaf was. Dat ik voor mannen geen cadeaus meer hoefde te kopen. Maar ja, zo is het leven. Zo gaat het. Dan moet het toch wel. En ik vond het voor mijn ex ook altijd onwijs lastig. Het werd toch altijd gauw weer een douchegel of dat soort dingetjes. Dat vind ik gewoon een stomme cadeaus. Dat geef ik gewoon niet graag. Maar ja, moet je in godsnaam voor een man kopen? Weet je, voor een vrouw is het gewoon makkelijker. Maar ja, goed. Ik ga dus nu eventjes eerst even dit opruimen. En dan ga ik jullie er gewoon bijzetten als ik hier in de woonkamer aan de gang ga. En daarna ga ik lekker editen en dan hoop ik dat ik ook een beste slag mee kan slaan. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Ik heb verder toch niet zo heel veel te melden. Dus ja, laat ik er maar aan beginnen. Is weer schoon. Alles is weg. Ik heb getwijfeld. Tijger is ook weer schoon, hè? Je bent niet meer onder de, je zit niet meer onder het zaagsel, hè? Goed, ik ga nu editen. Even kijken hoe ver ik kom. Ik had gisteren al een klein gidetje gemaakt. Dus dat gaan we nu maar even verder doen. Ik kan jullie er verder toch niet bij zetten, want ik heb straks de camera ook nodig als ik al zo ver kom. Het is pas 4:05, dus op zich moet ik wel een goede slag kunnen slaan. Even kijken waar mijn muis is. Hier zo, ik heb wel alle kussentjes in de was. Ik heb even een wasje aangezet en ook de kattenkleedjes, want die waren ook niet zo heel schoon meer. En mijn lopertje wat hier lag, want ik heb schone lopers erop gedaan. Dus dat ga ik nu even doen en dan gaan we eens even kijken hoe ver we gaan komen.
Zo, het grootste gedeelte van de vlog is ook af. Ik ben nu bij maandag, dus ik hoef alleen nog dinsdag. Dus dat is lekker opgeschoten, ging lekker vlotjes. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Want ja, ik heb het koud en gewoon even nog lekker chill. Straks douchen, om 6 uur heb je Ajax. Dus dat moet ik even aanzetten. Volgens mij is vandaag de finale van Utopia. En volgens mij is het dan vrijdag, denk ik, voor het laatst op tv. Althans, dat denk ik, dat weet ik niet zeker. Ik heb die aanname zelf een beetje gemaakt, maar goed. Dat moeten we even zien. Dan eten, goede tijden. Vanavond het perfecte plaatje. En ik kijk weer een deel van die 25. Ik weet niet wat het vandaag is, maar dat zijn weer die tv-momenten. Dus dat ga ik ook nog een deel van kijken. En natuurlijk gewoon weer Klee en Rex. Dan kan ik vanavond de vlog afmaken en mijn artikel schrijven. En ook alvast even kleding klaarleggen voor morgen. Dat ik morgen niet naar boven hoef. Dat alles gewoon klaar staat. Omdat ik dan morgen de kerstcadeaus ga halen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn avondplanning. Verder niet heel bijzonder. Ik ben al heel blij dat het huis weer schoon is. Ik hoop dat ze niet weer gaat rennen vannacht. Maar ja, je weet het niet. En anders gaan we het morgen gewoon weer opruimen. Daar dealen we gewoon mee. Ik bedoel, dat is gewoon het risico van huisdieren. Goed, ik ga nu lekker chillen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 19 december. Ik ben klaargemaakt. Ik voel me onwijs brak, want het onvermijdelijke is vannacht dan toch gebeurd. Bunny is overleden. Ik voel me heel verdrietig. Ik huil nu niet, maar dat heb ik vannacht al heel erg gedaan. De katten zijn er ook heel erg door van slag. Het was heel gek, ze had nog weer een even zo'n bui dat ze ging rennen en dat ze neerviel. Dat heb ik ook al in andere vlogs verteld. En ik heb haar nog 2 keer opgeraapt, maar ik voelde al wel elke keer als ik haar aanraakte dat ze gewoon niet meer zoveel vet onder lijfje had. En ja, toen is ze eigenlijk daarna dat ik haar had opgeraapt, terug op haar pootjes had gezet, is ze toch nog vrij snel overleden. Het was verschrikkelijk. Ondanks dat ik hem een beetje had zien aankomen, komt het dan toch nog wel weer onverwachts. Ik heb haar net de laatste rustplaatsje gegeven. Ik heb haar begraven. Ik weet dat het eigenlijk officieel niet mag. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om zo'n beestje bij het grafveld te doen. Ze heeft nu een mooi plekje. Ik heb er een takje ingezet zodat ik weet waar ze ligt. Dat vergeet ik sowieso niet, want ik heb haar nu zelf begraven. Vaak als iemand anders het doet. Ja, dan is het toch nog weer anders. Volgens mij heb ik een... Ja, zie. Even mijn nagelveldje pakken. Dan weet je het vaak niet. En nu weet ik gewoon waar ze ligt. En ik vond het ook heel heftig. Want ik heb nog nooit... Ik heb wel meer dieren verloren, hoor. Ik bedoel, als bij mijn moeder thuis hadden we ook... Hebben we ook vaak knaagdiertjes gehad. En hebben we echt heel veel verschillende soortjes gehad. We hebben... Ja, dat hebben we eigenlijk allemaal gehad. We hebben konijntjes gehad. Ik zal even het statief pakken. Ik kan ondertussen even mijn nagel veilen. We hebben ook wel hamstertjes gehad. En het was elke keer toch wel weer een schok als zo'n diertje overleed. Maar dan kon mijn vader, die begraafde ze. Ja, en nu moet je het zelf doen. Je bent volwassen, dus het moet ook kunnen. Maar het is wel verschrikkelijk. Ja, zo'n beestje... Natuurlijk keihard, en dan was ik ook wel degene waar ik tegen een pad gezien. En dan moet je het begraven. Ik had al allerlei lieve appjes van mensen die het op Facebook hadden zien staan. Mijn moeder en mijn zusje, Nathalie, die appte al van: oh, wat schrikken. En Nathalie had het niet zien aankomen. Komt ook dat ik Nathalie de laatste tijd niet heel veel heb gesproken, want die is super druk met werken en ze was ook wat ziekjes. Dus ja, dan heb je ook gewoon even wat minder contact. Je appt wel, maar zij gaat ook nu redelijk vroeg naar bed natuurlijk. Omdat ze ook druk is met werken, maar ook omdat ze niet helemaal fit is. Super logisch. Maar ja, nu moet ik natuurlijk straks mijn kerstcadeautjes gaan halen. En daar was ik nu eigenlijk niet helemaal op voorbereid. Nu had ik echt zoiets van, oh, dat vind ik nu eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want... Normaal vind ik het altijd super leuk om naar de Action te gaan. En misschien is het ook wel goed door even eruit. Maar ja, bij mij slaat het gelijk ook op mijn maag. Ik heb gelijk ja, heel veel last van mijn maag. En geen eetlust. En het liefst alleen maar drinken. En mijn sigaretten die zijn heel belangrijk in dit soort periodes. Dus ja, dat is wel eventjes
het dingetje. Ik zal dit gelijk even opruimen. Ik heb nu hier een lege kooi staan waar het tijgertje nu in zit. Die ga ik zo even legen. Dan ga ik hier even stofzuigen. De kooi die gaat gewoon naar boven. Natalie vroeg ook net van, ga je ook nog weer een nieuw diertje nemen? Nou, voorlopig sowieso niet. Ik weet niet of ik het nog weer aan wil gaan. Ik heb nu in eigenlijk in 6 jaar tijd, ik heb hiervoor had ik ook een konijntje. En die was gewoon al ziek toen we die kochten. Dus die heb ik al heel snel verloren toen. Die heeft volgens mij nou nog geen week toen bij me gewoond. Dus dat ging heel snel toen. Dus nee, voorlopig hou ik het gewoon even alleen maar in mijn katten. Dus ik ga wel gewoon mijn spulletjes bewaren. Ik zal even kijken of ze in de supermarkt een doosje hebben. Ik moet sowieso nog doosjes hebben, want ik moet ook een doosje hebben voor de spullen van zowel Telford als die meubel die ik terug moet sturen. En dan ga ik die spulletjes gewoon netjes in een doosje neerzetten, ergens op zolder. Zodat ik het in ieder geval nog heb. Maar ik ga haar kooi nu legen en die ga ik proberen naar boven te doen. En dan ga ik hier even stofzuigen, want er ligt nu overal zaagsel. En dan hoop ik dat ik straks klaar ben voordat ik moet gaan. En maar ja, dan zie ik jullie gewoon weer als ik terug ben. Ik moet nog even lipstick op doen. Maar eerst zit ik me even allemaal afhandelen en even bijkomen. Want het was echt een bedreten nachtje. En het was al wel nacht, want het was wel naar 12 uur. Maar ja, het is gewoon, het is verschrikkelijk. Ik heb gisteravond wel lekker televisie gekeken. Ik heb de finale van Het Perfecte Plaatje gekeken. Dat was op zich wel leuk. Ik heb daarna nog een stukje van de 25 gekeken. En daarna Klee en Rex. Maar ja, Klee kon ik niet helemaal mijn hoofd bij houden vanwege Bunny. Rex op zich wel. Maar ja, het is gewoon even zoals het is. Ik ga hier eventjes alles opruimen. En dan ga ik straks mijn dingetjes doen. En dan zie ik jullie weer als ik thuis ben. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het allemaal niet helemaal afgekregen voordat ik weg moest. Want mijn bezoek was al iets eerder in haar telefoon. Die deed het niet, dus ze kwam even binnen. Dus we hebben even gekletst, ook even over Bunny natuurlijk. Ik heb de kooi naar boven. Het is hier redelijk schoon. Ik heb het allemaal gedaan. Maar dit is dus nu de lege plek. Heel kaal zo. Ik zal de tafel nog iets verschuiven. We hebben wel iets meer ruimte, maar ja, dat was niet helemaal hiervan het. Ik heb kerstcadeaus gekocht. Ook een beetje een drama, want ik wist het gewoon niet. Ik ga morgen shoplog opnemen van Action. En ik ga wel een gedenkplekje gaan maken voor Bunny. Dus moet ik nog even naar kijken. Want ik was even bij de Xenos en ik had een heel leuk tafeltje al een hele lange tijd gezien. Waar ook katten in konden liggen, maar die hadden ze op het moment weer niet natuurlijk. En ik had er eerder gewoon nog geen plek voor, maar dat leek me dan een mooi tafeltje om daar dan kaarsjes op te zetten met een foto van Bunny. Ik zal eventjes de boodschapjes laten zien. Ik ben helemaal in de war. Mijn hoofd doet zeer en het is allemaal niet lekker. Even kijken wat ik heb gehaald. Ik heb schnitzels gehaald voor zondag. Ik heb even 2 flessen cola gehaald bij de Aldi. Ik heb even chips gehaald. Ik weet niet of ik heel veel trek heb. Maar ik ga straks gewoon even een soepje maken. Ik heb eventjes partymix gehaald bij de Albert Heijn. Want die heb ik voor oud en nieuw alvast voor in de oven. Chocomel. Een bakje tomatenspul. Even soepballetjes. Ik heb even kattenvoer gehaald. Handschoentjes weer. Ik heb fiancellen. Een zak frieten bij het opruimen. Dan ga ik zo lekker even douchen. Dan ga ik op de bank. Want ik ben het zat. Ik merk gewoon dat ik niet helemaal op en top ben. En het is ook nog niet eens helemaal schoon. Het meeste zaagsel is weg. Maar er ligt hier en daar nog wel wat. Maar ik had gewoon echt geen zin meer. Dus ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Sorry dat ik vandaag niet zoveel heb gevlogd. Dat ik een beetje down ben. Maar ik denk dat jullie het wel snappen. Ik voel me gewoon echt kloten. Dus ik ga straks even de bakjes afwassen van Bunny. En de drinkflesjes. En die ga ik gewoon netjes in een doosje stoppen. Die bewaar ik gewoon. Naast je vroeg ook al, ga je nog een nieuw? Ga je nog weer een nieuw diertje nemen? Maar ik denk het voorlopig even niet. Je hebt er best wel veel werk aan, dat heb ik ervoor over. Maar elke keer het afscheid nemen is toch wel heel zwaar. Dus dat zit er voorlopig niet in. Dus ik zie jullie dan morgen weer.
Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 20 december. Ik ben klaargemaakt. Ik heb op zich niet super top geslapen. Ik had weer nachtmerries, dromen en ik kan ze me ook al niet eens meer herinneren, want ik ben momenteel zo in de war. Dus mocht je denken dat ik dingen dubbel vertel en je denkt, god, dat heb je al verteld, sorry alvast daarvoor, maar ik ben gewoon echt even niet helemaal mezelf. Het lijkt wel een beetje alsof ik geleefd word. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Bunny die overleden is. Ik ben gewoon heel erg in de war. Daar kwam ik gisteren ook al wel weer pijnlijk achter, gisteravond. Want ik ben naar de Action geweest. Ik denk ineens, chips, ik ben iets heel belangrijks vergeten. Want een lampje was geknapt van mijn fotostudio. En je doet op zich jaren met die lampen. Alleen, die lamp is op een of andere manier gevallen. En die is dus geknapt. En ik had dus nieuwe moeten kopen. Want die zijn bij de Action het goedkoopst. En ik ben het gewoon vergeten. Volgens mij ben ik het hele lampenpad niet in geweest. Dus ik had Nathalie al even geappt van, joh, als jij bij de Action komt, zou jij voor mij even van die lampjes willen halen. Nou, dat wilde ze wel doen. Moet ik alleen even een foto sturen van die lampjes. Dus dat moet ik ook eventjes morgen of zo even doen. In ieder geval was de foto maken, dan is dat klaar. Maar ja, dat soort dingen dus. Ik ben gewoon helemaal in de war. Ik heb wel een nieuwe glitterbroek aan. Hij zit wel wat groot. Hij zit wat ruim, dus er moet eigenlijk wel een riem omheen. Maar ik ben nu gewoon thuis en die deert het me niet. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Nee, het gaat niet werken. Ik ga het even in de slaapkamer doen. Er heeft hier ook eentje gespuugd. Dat moet ik zo even opruimen. Even kijken of het hier iets beter is hoor. Want je ziet de glittertjes misschien niet heel goed. Kijk, ik heb hem aan. Maar hij zit dus best wel ruim. Dus er moet eigenlijk een riem omheen. Maar voor nu vind ik het dikke prima. Ik had een kerstkaartje gekregen van mijn moeder. Dat was ook fijn. Dat was goed gegaan. Omdat het met de kaartjes voor mijn verjaardag niet goed was gegaan. Maar ik heb dit leuke kaartje gekregen. Dus die mag straks ook aan de kerstkaart hangen. Ik moet even een Action shoplog opnemen. Normaal vind ik dat super leuk en ik ben er nu niet helemaal bij. Dit is momenteel de situatie. Dit is alles wat hier staat. Het zijn ook nog wat boodschappen, maar dit is allemaal van de Action. Dat wil ik straks even opnemen en ook gelijk maar even opruimen. Ja, dus dat is eigenlijk het voornaamste. Misschien ga ik nog even bullet journalen. Oké, de video staat erop. Dit is momenteel de situatie. Het ging vrij vlot. Het ging wel lekker. Ik ga even alvast wat spullen opruimen. De kerstcadeaus ga ik even aan de kant zetten. En even kijken wat naar boven kan. Dan moet ik die kerstcadeaus... Hé, blijf jij eens even van die boom af? Niet doen. Maar eventjes apart neerzetten. Want sommige dingen die heb ik gewoon nog niet nodig. Dus dat is misschien wel even een goed idee. Even kijken wat waarheen kan. En dan ga ik dat maar even doen. Dan ga ik daarna nog even wat in mijn bullet journal doen. Ik heb hier al een knopje op de kast gemaakt, dus die kan weer dicht. En ik heb hier een roze. Als die andere dan nog afbreken, kunnen daar ook knopjes op. Maar ik had er dus wel 6 moeten hebben. 1, 2, 3, 4. Ja, ik had er 6 moeten hebben, maar goed, ik heb er nu 4. Maar die zit er in ieder geval al op. Zo, het kaartje van de camera is vol, dus ik film even met mijn telefoon. Ik moet eerst even een spiegelreflex wegleggen, want die heb ik vanavond even nodig om de video's uit te importeren. Schoenen ingespoten. De tekst van mijn iPad ligt hier aan de oplader, want die was bijna leeg. Anders kan ik geen spelletje meer doen. Ik heb niet heel veel gebulletjournald. Geeft ook niet. Ik ben er gewoon tot nog niet. Oh, wacht even. Ik ga even
helemaal bij. Dus, maar dat geeft ook niet. In ieder geval blij dat de video erop staat. Die ga ik vanavond editen. Ik ga vanavond een artikel moet ik schrijven. En vanavond is de finale van Utopia. En ik denk dat ik na goede tijden een film ga kijken. Ik had Huisvrouwen bestaan niet opgenomen. Je hebt verder eigenlijk weinig op tv. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En Lia en Rex zoals elke dag. Dus het wordt mijn avondje. Even nog wat aan het werk voor mijn YouTube kanaal en voor mijn blog. En ook even wat rustig aan. Lekker eventjes een espresso. Ja, ik zal nog een espresso. Cappuccinootje. En dan komt het allemaal wel goed. Of een latte, dat kan ook. Dat weet ik nog niet. Keuzes. En straks even lekker douchen en even eten. Dan ga ik even naar de Utopia kijken. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Kaartje vanavond legen. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want ik ben klaar voor vandaag. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag. Het is 21 december. Ik ben klaargemaakt. De video staat gelukkig al online. Dat ging vrij vlot. Ik moet wel echt zeggen dat het een stuk beter gaat nu met de andere camera. Dat is echt wel een groot pluspunt. Gisteravond heb ik Huisvrouwen bestaan niet gekeken. Die had ik opgenomen dinsdag. Want dat was de première op tv. Ik moet even niet zo. Ja, het was echt een hele leuke film. Het was met Eva van Weideven. Jelka van Houten zat erin. Victoria Koblenko. Leo Alkemade. Wie heb ik nog meer gezien? Loes Luca. Waldemar Torenstra. En die ene jongen, ik kom niet meer op zijn naam. Ik weet alleen dat hij Grijdanus heet, maar ik weet zijn voornaam even niet. En eigenlijk ga ik het gewoon ook even opzoeken, want hier kan ik dus niet tegen. Anders ga ik hier de hele dag over nadenken. Zijn vader heet Aus. Kai heet hij. Hij heet Kai Grijdanus. Zijn broer heet ook Aus. Dus dat was echt super leuk. Ze hadden eigenlijk in feite Eva en Jelka, dat waren halfzussen en ze hadden allebei een hele goede baan. Alleen Jelka die werd ontslagen en die was ineens huisvrouw en dat was natuurlijk wel een dingetje. Ze gingen allemaal columns schrijven, want ja, volgens hun bestaat de echte huisvrouw bestond niet meer. Dat je alleen nog maar de wassen schoonmaken, voor je kinderen zorgt. Ja, het had wel een hele leuke uitwerking. Ik vond het echt een hele leuke film. Ze hadden ook een huis van hun oma en die moeder zat heel erg in de schulden. Dus die moest eigenlijk dat huis raakte ze kwijt. Ging Eva er nog van alles aan proberen te doen door een promotie binnen te slepen om het huis te kunnen behouden. Ik zal niet te veel spoileren, want misschien heb je de film nog niet gezien en wil je hem nog eens gaan kijken. Maar ik vond het echt een hele leuke feel-good Nederlandse film en daar hou ik van. Ik kijk natuurlijk over het algemeen niet heel veel films. Nederlandse films vind ik echt super leuk. Maar Engelse films kijk ik alleen niet zo heel veel. Ja, behalve de Fifty Shades delen. Die vond ik niet erg dat het Engels was natuurlijk. En hij draait nu, draait deel 2, draait in de bioscoop. Dus zodra die uitkomt op DVD wil ik zeker deel 2 ook kijken. Penosa ben ik ook heel benieuwd naar de film. Nathalie en Frank zijn een paar weken geleden heen geweest. En die, ja, het is gewoon echt een afsluiting van het seizoen. Of van een serie. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Er komt nu een spin-off serie van 4 delen alleen over Luther. Dus dat vind ik ook heel leuk. Ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar dat zal nog wel even duren voordat het op de buis is. En ik heb Glee gekeken en Rex. En ik heb de video in elkaar gezet. En ik heb mijn artikel geschreven. En nu ga ik zometeen hier eerst even stofzuigen. Want de katten zijn er aardig bezig geweest. En Mickey is heel vervelend. Die hangt dus in de kerstboom. Dat ik denk van oké, hou hiermee op please. En daarna ga ik even mijn kwasten wassen. En ik denk dat ik eventjes de gaten wil vullen. En misschien eventjes met die lijm. Houtlijm aan de gang wil gaan. Maar dan moet ik even naar kijken. Of dat ik dat nu ga doen. Of dat ik het van de week ga doen. Want misschien wil ik ook nog even wat in mijn bullet journal doen. Aangezien ik nu gewoon even dingen wil doen die ik fijn vind. Voor het douchen wil ik even mijn nagellak verwijderen. Want die ziet er niet meer uit. En ik wil eventjes mijn wenkbrauwen weer eventjes waksen. Harsen eigenlijk. En ook even weer hier tussen. Want ik
kan er niet meer tegen. Het ziet er niet uit. En ik heb toch steeds met zo'n speciaal scheermesje voor je wenkbrauw geprobeerd. En het lukt gewoon niet. Dat ga ik maar weer eventjes op de harde manier doen. Maar dan doe ik het even voor het douchen. Want dat laat altijd zo'n plaklaag achter. Dan kan ik daarna lekker mijn gezicht goed grondig schoonmaken. Dus ik ga nu eerst gewoon even stofzuigen. En dan ga ik eventjes, ik zet jullie er gewoon bij met de dingetjes die ik ga doen. Even kijken hoe en wat. Misschien dat ik alleen ook even de houtlijn doe. Dat ik van de week gewoon eventjes die gaatjes ga vullen. Moet ik even naar kijken, want ik vind het wel weer een dingetje, want het droogt wel heel snel. Het wordt heel snel dun. Want dat was dus met die vorige ook zo. Ja, dat vind ik gewoon een beetje zonde. Maar goed, eigenlijk wil ik het wel gewoon dicht hebben. Het zou gewoon mooi zijn als het weer netjes eruit ziet. Goed, stofzuigen en mijn dingetjes gaan doen. Ik heb alles weer opgeruimd. De katjes hebben net gegeten. Ik moest ondertussen even een telefoontje doen naar T-Mobile. Want mijn wifi die vliegt er steeds uit. Dus dat was een beetje vervelend. En nu moest ik het gewoon weer even aankijken. Anders moet ik ze weer bellen. Maar het begon bij mijn telefoon. 4G, wifi. Elke keer heel vervelend. En dan heb ik al wat pogingen gedaan. Ik had de telefoon al uitgezet. Ik probeer hem geforceerd op te starten. Maar dat vind ik met deze weer een beetje een dingetje. Dat lukt niet. Het kan wel, maar ik moet even de draai vinden. Ik heb al even aan de statistieken. Rustig. Statistiekenpagina gezeten. Maar ik had de laptop nodig. Want die kon ik op de iPad of telefoon niet laden. Dus ik ga gewoon even een apart lijstje maken. Zodat ik het even allemaal opschrijf vanuit de laptop. En dan kan ik het gewoon opschrijven in mijn bullet journal. Maar hij is wel weer verder zo goed als aangevuld. Ik heb even met wat glitters gewerkt. Ja, superleuk. Maar je zit helemaal eronder. Maar goed, geeft niet. Ik ga zometeen lekker even chillen. Vanavond denk even wat programma's terugkijken, want er is niet zo heel veel op tv. Ja, de wedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, die is er. Die ga ik wel kijken. Ik vind het spannend, ik vind het leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop heel erg dat Rico wint. Ik heb zelf niet zo heel veel met Badr Hari, al hoor ik wel van heel veel mensen die zeggen, laat Badr winnen. Nou, ik hoop dus echt dat Rico wint. Dus dat wordt wel spannend. Ja, en voor de rest Klee en Rex en verder niet zo heel veel bijzonders eigenlijk. Het wordt gewoon een rustig avondje. Ik hoef nu, de zaterdag is de enige dag dat ik niet aan het werk hoef voor YouTube of mijn blog. Dus dat is ook wel lekker. Al zou ik wel wat voor uit moeten werken omdat ik dinsdagavond niet thuis ben. Maar misschien morgen. Moet ik even kijken hoe en wat. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan alleen nog even relaxen. En dat is verder toch niet heel erg boeiend voor jullie. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 december. Ik zit op de bank. Ik zie er niet uit. Ik heb wallen onder mijn ogen. Ik denk niet eens dat jullie ze gaan kunnen zien. Ik denk niet dat het op camera overkomt. Dat kan ik niet zien zonder bril. Maar het zit niet echt lekker.
Ik heb mijn nagels nog niet gedaan. Ze zijn wel lakvrij. Ik heb het weer gedaan met die clipjes die ik van AliExpress had. En daar heb ik dus die... heb ik gewoon weer met een watje en met aluminiumfolie. Dat werd echt als een malle, want ik kreeg het er gewoon niet af anders. Voor mijn tenen heb ik het een beetje, heb ik wel wat redelijk eraf gekregen, omdat die nagels gewoon iets kleiner zijn. En heb ik ook nog wat geveld. Mijn tenennagels zijn er wel gedaan, die heb ik al kerstproef. En vingernagels doe ik vanavond. Even kerstproef maken. Ik ga gellak doen, dus rode gellak met een goud glittertje eroverheen. Vind ik met kerst wel leuk. Dus dat doe ik vanavond. Gisteravond heb ik gekeken, even nog Château Meiland maandag even opgenomen. Dat was met kerst. En ik weet niet, misschien heb ik het al wel verteld hoor. Dus als je dit verhaal bekend voorkomt, zoals ik van de week al zei, ik ben gewoon nog steeds heel erg in de war. Ik heb Château Meiland zelf niet gevolgd, maar omdat ik hem op zich wel grappig vond bij Televisiering Gala. En bij Ranking the Stars dacht ik, oh, ik vind het wel even leuk om te kijken. En er was verder niks. Dus dat was wel heel hilarisch. En dan moet ik ook wel verschrikkelijk lachen hoe ongelooflijk hysterisch Martine ook is. Dus dat heb ik gekeken. Daarna heb ik even nog een deel van de 25 gekeken. Ik had het tweede deel al gezien. Dat was afgelopen woensdag. En het derde deel nog niet. De groepsapp die gaat ook tekeer. Dus dat had ik even gekeken. Daarna heb ik Komt een Man bij de Dokter gekeken. En daarna was het tijd voor de wedstrijd. De bokswedstrijd. Ja, die was niet spectaculair. Nee. Het begon wel heel, heel mooi. En ja, het was, jawel, ik zeg het was niet spectaculair. Het was wel spectaculair, alleen het gebeurde weer hetzelfde als wat 3 jaar geleden gebeurde. Badden raakte weer geblesseerd. En er gebeurde naar mijn mening eigenlijk helemaal niet heel erg veel. Of hij zich herstapte, ik weet het niet. Maar hij viel op de grond en hij kwam niet meer overeind. Had heel veel pijn. En toen had Rico de titel, die mocht hij behouden. Ik weet ook niet of hij hem had gewonnen als Badden niet geblesseerd was geraakt. Want hij was wel heel sterk. Maar ja, ik was gewoon wel voor Rico, want ik heb meer sympathie voor hem. Alleen in zo'n geval van Badden Haring denk ik wel van... Ja, weet je bent 35, moet je niet gewoon stoppen met dit soort sporten? Weet je, ik snap dat het je werk is, dat het je ding is. Alleen op een gegeven moment denk ik dat het voor een sporter... de meeste sporters zijn... vrijwel jong als ze stoppen. Kijk naar voetballers. Als je 35 bent, ben je eigenlijk gewoon voor de voetbalwereld vaak al hoog bejaard. Kijk, in Engeland geloof ik zijn er ook nog wel voetballers die zelfs ouder zijn. Die misschien wel 40 zijn. Maar meestal volgens mij in Nederland stoppen ze wel rond hun 35ste. Dat zag je op een gegeven moment bijvoorbeeld bij Arjen Robben. Die raakte continu geblesseerd. En dan mocht hij weer meedoen. Dan was het 1 of 2 wedstrijden. En dan was hij weer geblesseerd. Toen dacht ik ook wel, jongen, moet je niet gewoon onder ogen komen van het is klaar. Dat is natuurlijk een hele moeilijke stap. Hè? Maar goed, als voetballer kun je natuurlijk altijd nog trainer worden. Of jeugdtrainer. Of voetbalkliniek geven. Kijk naar een Ronald de Boer. Ronald de Boer ook zeg ik. Ik bedoel Ronald Koeman. Jarenlang trainer geweest bij Feyenoord. Later naar het buitenland gegaan. En nu trainer van het Nederlands elftal. Nou, Frank de Boer natuurlijk jaren... bij Ajax, die is later naar het buitenland gegaan. Dat is niet zo heel goed afgelopen, want ik weet niet waar hij momenteel zit. Omdat hij ontslagen is, omdat ze niet goed liepen. Dus ja. Weet je, dat soort dingen. Dus dat denk ik wel van ja, het was jammer. Het was ook echt, het was kort maar krachtig. Want volgens mij hebben ze nou, nog niet eens 20 minuten gespeeld. Toen hadden we hier, want toen was het al klaar. Want bij ronde 2 lag hij er al uit. En ja, Rico wilde natuurlijk op deze manier ook niet winnen. Dan ben ik wel heel blij dat hij gewonnen heeft. Dus dat was jammer, maar goed. Zometeen even foto's maken. Eerst even hier stofzuigen. Ik heb het een beetje koud. Ik ga zo ook even de verwarming lekker wat omhoog doen. Want het is ook heel regenachtig buiten. Het is ook best wel frisjes. Ik heb even een hele lijst gemaakt met alle op mijn wunderlist voor mijn statistieken. En ik heb in totaal dit jaar dus, had ik even uitgerekend, nu is december natuurlijk nog niet afgelopen. Maar ik heb nu in totaal dit jaar, even kijken hoor. Hij is hem toch wel opgeslagen. Oh ja, hier staat hij. Ik heb nu in totaal 76 abonnees erbij. Maar dat is dus alleen tot en met november. Nog niet tot december.
volgens mij. Ik zit nu op de 220 abonnees. Daar ben ik heel blij mee. Heel erg bedankt. Ik haalde het helaas nog over met iemand. Ik zei, oh, het zou leuk zijn als ik nog voor het einde van het jaar die 220 haal. Gisteren had ik nog 217 en gisteravond was het ineens 220. Dus dat was wel super leuk. Ik denk niet dat ik vandaag jullie ergens bij ga zetten, omdat ik gewoon eventjes mijn eigen dingen ook wil doen. Ik wil ook even alvast kleding pakken voor morgen, want ik ga morgen boodschappen doen. Alvast wat make-up klaarleggen, wat ik ook zowel kerstavond kan gebruiken. En ik ga gewoon even mijn dingen doen. En ja, dat is het ook wel. Dus verder niet heel spectaculair. Maar dat zijn jullie gewend op zondag. Ajax heeft ook al gespeeld, heb ik helaas niet gezien. Is wel 6-0 geworden, dus vanavond even sport kijken. Super tof, want daar was ik wel heel blij mee. Want we hadden de gedeelde eerste plek met AZ. En toen dacht ik wel, Ajax, wat zijn jullie aan het doen? Maar nu hebben we met 6-0 gewonnen en dat is fijn. Dus dat is leuk. Ik moet hier eigenlijk ook wat opruimen. Ik heb hier allerlei krantenzooi liggen, maar gebruik heel veel natuurlijk nog om de foldertjes heel vaak om te bullet journalen, om in te knippen. En de kranten vaak om te schilderen. Dus ik ga even mijn dingen doen en dan zie ik jullie sowieso straks nog even terug. En mocht ik nog iets te melden hebben, dan zie ik jullie nog sowieso eventjes ook. Zo, ik ben klaar. Ik heb foto's gemaakt. Ik heb het ook al even geïmporteerd. Alleen mijn batterij was leeg. Dat was vervelend, dus ik kon het laatste deel niet afmaken. Uiteindelijk is het toch nog gelukt. Ik heb hem even aan de oplader gelegd. Toen ben ik later verder gegaan. Ik heb eventjes mijn wenkbrauwen ontvliek gebracht. Die heb ik even geharst en bijgeëpileerd. En weet ik veel allemaal. Maar het is best wel lastig. En nu heb ik dus hele rode plekken. Ik weet niet of jullie het zien. Van het harsen. Maar dat moet ik straks even goed boenen. Want het plakt ook nog. Dus dat heb ik even gedaan. Ik heb even alvast fles verzameld voor morgen. Waar ik boodschappen moet doen. En dat was het ook eigenlijk wel. En ik heb heel erg kramp in mijn benen. Dat had ik vannacht al met slapen. Dat ik er eigenlijk niet op kon liggen. En ik kon op mijn andere zij ook niet liggen. Want die deed zeer. Dat was weer een beetje drama. Mijn boek is bijna uit. Ik moet nog even nieuwe boeken op mijn Iri te zetten. Maar dat zou morgen ook kunnen. En vanavond kijk ik sowieso eerst even Studio Sport. Dus ik wil even kijken hoe de wedstrijd van Ajax was. Ik kijk eventjes. Ik denk Nederland-België. En sowieso Alberto Stegeman. Keizersvrouwen, Klee en Rex. Rex was gisteren best wel heftig, want Rex was neergeschoten. Hij had 6 jaar geleden zeg maar iemand gearresteerd. En als Rex mensen arresteert, dan bespringt hij ze van achter. Dus diegene valt op de grond. En dan gaat hij erboven staan en laat hij zijn tandjes zien. Nou, dat is best angstaanjagend als zo'n hond boven je staat. En toen zei die man van, ik maak je af. Maar hij had eerst dus een aantal jaar in de gevangenis gezeten. En toen was hij weer vrij. En Rex die was gewoon aan het joggen met zijn baasje. En die kerel die had dus ontdekt dat Rex nog steeds actief was. En die had op Rex geschoten. Was echt super zielig. Dus hij moest naar het dierenziekenhuis. Moest hij geopereerd worden. Uiteindelijk kwam het gelukkig wel goed. En toen ging hij achter zijn baasje aan, want die zei van ik ga jou degene pakken die jou beschoten heeft. Nou, dan kwam hij aangelopen, hij wou ook mee. Maar hij mocht nog niet weg van het dierenziekenhuis, dus hij ging wel netjes weer terug naar zijn kamertje. Alleen toen is hij s'avonds alsnog ontsnapt en kwam hij gewoon vrolijk op het bureau aanlopen. Dus hij had er genoeg van, zat hij in de bus in zijn eentje. Oh, heerlijk diertje, echt geweldig. Dus ik ga dat vanavond ga ik ook weer eventjes kijken. Voor de rest morgen ga ik dan boodschappen doen voor de kerst. En ik denk morgen alvast de schoonmaakdingen doen. Dat ik die dinsdag niet hoef te doen. Dat ik dinsdag even rustig cadeautjes kan inpakken. En misschien nog even wat in mijn bullet journal. Vanavond mijn nagels dus doen. Dus dat wordt een beetje mijn avondje. Ik ga die dan morgen gewoon weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te vloggen. En ik ga even lekker relaxen. Een hele goede middag. Het is 23 december. Het is al heel laat. Ik open nu pas de vlog. En dat heeft een reden. Ik heb namelijk vanochtend boodschappen gedaan. En toen werd mij gevraagd of ik polygel nagels wilde, of acryl nagels wilde zetten. Of polygel nagels wilde zetten. Daar ben ik eigenlijk de hele middag mee bezig geweest. En diegene wil niet op de vlog. Dus vandaar dat ik dat ook niet heb gevlogd. Vandaar dat ik eigenlijk nergens meer naartoe ben gekomen. Ik ga ook niet meer stofzuigen, want het is laat. Ik ga zo nog even chillen en dan straks douchen. Vandaar dat ik ook eigenlijk niks gevlogd heb vandaag. Maar dat had dus wel een reden. Dus dat betekent wel dat ik morgen allemaal klusjes moet doen. En dan ook mijn dingetjes moet doen. Geeft op zich niet. Ja,
Morgen heb ik heel makkelijk eten, want morgenavond heb ik kerstavond met familie. Dus ja, dat is even anders gelopen, maar dat geeft niet. Ik vond het ook wel leuk om te doen, ook wel spannend, want het was voor de eerste keer dat ik het bij iemand ging doen. En het gaat wel beter dan ik het bij mezelf doe, dus ik was er op zich wel heel tevreden mee. Ja, en diegene was er heel blij mee, dus dat was heel fijn. Nathalie heeft een tafeltje kunnen scoren die ik heel graag wilde als gedenkplekje voor Bunny. Dus dat is heel fijn. Moet ik morgen even een foto opslaan en die moet ik dan eventjes meenemen. Want dan kan ik een foto uitprinten van Bunny. Dan kan die in het lijstje. Ik moet ook even wat boeken meenemen, boeken op een stukje zetten, maar dat kan vanavond allemaal. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn planning voor morgen. Dus morgen ga ik weer mee voor jullie vloggen. Gisteravond heb ik Rex gekeken en Glee. Alberto Stegeman en Keizersvrouw was ook allemaal heel erg mooi. En vanavond kijk ik gewoon weer even Chateau Meiland. Je hebt gewoon GTS. De Utopia komt natuurlijk niet meer. En dan ga ik die dingetjes gewoon even doen. Maar nu ga ik vooral even lekker nog relaxen. Dus dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Sorry voor de hele korte opening en het einde. Maar ja, de middag liep gewoon even anders dan gepland. En dat geeft ook niet. Dat is voor een keertje ook helemaal dik prima. En dan kan ik morgen gewoon mijn dingen doen. En dan zet ik jullie morgen dan gewoon bij. Dus bij deze eventjes de korte samenvatting van mijn dag. En dan zie ik jullie morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 24 december. Welkom bij dit blote billen gezicht. Ja, ik ben niet klaargemaakt. Althans, ik ben wel even klaargemaakt. Mijn gezicht is nog heel kaal. Maar dat komt omdat ik vanavond ga ik weg. Dus ik wil einde van de middag even douchen, mijn haar doen en dan ga ik dan ook mijn make-up doen. Want dan zit het er gewoon goed op, want het heeft niet zoveel zin om nu mijn make-up te doen als ik einde van de middag even wil douchen. Dus ik heb besloten om nu gewoon even koos make-uploos te zijn en het dan einde van de middag eventjes mooi te maken. Ik ben gisteren even heel ziek geweest. Gisteren einde van de middag overviel even het verdriet me heel erg van Bunny. Ik mis haar heel erg en dan denk je misschien, waarom komt dat gisteren pas? Ik was donderdag of woensdagnacht natuurlijk al heel erg verdrietig. Maar ik heb vanaf donderdag tot zondag en eigenlijk gisteren ook nog wel een gedeelte een beetje op de automatische piloot geleefd. Ik merkte wel mezelf bijvoorbeeld, mijn eetlust die was totaal niet dat het tijd was om te eten. Ik had gewoon eigenlijk helemaal geen trek. Ik at wel, maar het was meer gewoon eten omdat het moet en niet omdat ik er zin in had. Ja, en dat zijn gewoon een beetje de automatische piloot dingetjes. En misschien heb ik het ook wel verteld in de shoplog van de Action. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Maar ja, gisteren einde van de middag kwam hij gewoon even binnen. Want je komt in de supermarkt. Je loopt gewoon langs het voer voor je dieren. Ja, ik laat spullen voor de katten laat ik in mijn karretje in. Ja, en dan denk je van ja shit. Ik hoef nooit meer konijnenvoer te halen. En ik begin gewoon weer te janken. Ik hoef nooit meer zaagsel te halen. Ik was bij de Boni en eerder ging ik vooral ook vaak naar de Boni. Ook voor de shawarma, maar ook wel voor zaagsel voor mijn konijn. Omdat het daar gewoon wat goedkoper was. En je merkt gewoon, je hoeft het nooit meer te kopen. En vandaag was ook de kooi aan de beurt geweest. Ja, dat zijn toch de besefdingetjes. Je gaat het nooit meer doen. Hè, ik heb gewoon donderdag voor het laatst die kooi uitgeschept. Ik heb hem naar boven gezet en het komt niet meer terug. Ik had er gisteren einde van de middag even heel erg veel last van. En je merkt het ook gewoon heel erg aan de katten. Mickey is bijvoorbeeld super onrustig. Ze zit nu op de kattenbak. Maar die is gewoon, sinds dat Bunny weg is, miauwt ze gewoon. Komt veel, veel. Ik merk gewoon in haar, ze mist hem. Ze wil nog meer aandacht van mij. Als ik alleen al even ben roken of even op het toilet zit. Ze miauwt van waar ben je? Dat vind ik wel de lastige deur, dus dan vind ik het ook wel weer lastig om weg te gaan. Maar ja, goed, weet je. Dit is natuurlijk gewoon al afgesproken en ik heb er ook wel heel veel zin in. Alleen, ik vind het wel vervelend dat ik hun nu alleen moet laten, omdat ze er zoveel last van hebben. En ze hebben elkaar wel, maar ik weet niet. Mickey zoekt gewoon altijd heel erg veel de warmte bij mij op. En die wil nu ook gewoon continu bij me zitten. En dan miauwt ze en dan aai ik er even en dan knuffel ik even met haar. Als ze maar bij me zit, is het goed. En anders dan, ja, is gewoon heel onrustig. Dus ja, dat was gistermiddag gewoon even vervelend. Ik had de vlog afgesloten en het kwam gewoon. Gisteravond ben ik ook hartstikke ziek geweest. Ik denk dat ik wat te veel heb gegeten. Ik ben niet gewend om heel veel te eten. En mijn buik is daar ook gewoon eigenlijk, mijn maag is daar zich aan aangepast. Dus ik kan ook niet superveel eten. En had ik toch wat te veel gegeten. Ik voelde me gewoon helemaal misselijk. En ik had gewoon even goed een kopje koffie gedronken gisteravond.
En ik voelde me toch op een gegeven moment een partij niet lekker. Dat ik zo zei. Ik zei in de groepsapp, jongen, ik ben zo misselijk. Ik voel me helemaal niet goed. Ja, toen zei hij, dan moet je je vinger in je keel doen. Maar dat durf ik dan niet. Nou ja, uiteindelijk heb ik 3 pogingen gedaan om over te geven. Dat lukte niet. En toen bij de 4e keer toch die vinger in je keel. Ja, toen kwam het eruit. Ik vind het alles zo ranzig, maar het luchtte ook wel op. Ik voelde me daarna gelijk een stuk beter, want de misselijkheid was weg. De druk was van mijn buik af. Ik had gewoon weer adem. Ja, ik kon gewoon ademen, maar er zat gewoon weer, er was gewoon weer ruimte van binnen. Dat was op zich wel heel erg fijn. Maar ja, ik dacht wel, shit, als ik maar niet ziek word. Ik had een beetje lastig weer van mijn blaas. En ik heb eventjes extra pilletjes genomen van die cranberry pillen, want die heb ik altijd op voorraad. Ik heb even lekker een warm kruikje ertussen bijgelegd. Die heb ik ook mee naar bed genomen. Toen ging het op zich wel weer. Maar ja, dat zijn gewoon even de nare dingetjes. Ik heb gisteren einde van de middag nog wel even de kattenbak gedaan. Dus die is al klaar. Ik heb ook de bakjes van het eten en zo afgewassen van het drinken. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Dus soms en alleen hoef ik alleen de douche in de gang te doen. Dus daar ga ik soms dan ook gewoon mee beginnen. En dan kan ik daarna cadeaus in pakken. En ja. Dus dat eigenlijk. Gisteravond heb ik Chateau Meiland gekeken. En daarna was er eigenlijk heel weinig. Je had ook wel de film van Maaskantje, maar ik kwam er toch niet meer in. Dus ik heb hem ook niet meer aangezet. Je had ook nog de laatste keer volgens mij die soap van Rico Verhoeven. En dat heb ik ook niet gevolgd. Dit ging wel natuurlijk helemaal, was het naar die wedstrijd toe. Daar hebben ze naartoe gewerkt. Ja, want die wedstrijd toch al is geweest, ja. Vond ik het ook niet heel erg interessant. Ik had gisteravond nog allerlei plannen. Want ik moest nog wat e-boeken verzamelen. Die moet ik even op een stukje meenemen. Nog even een mooie foto van Bunny verzamelen. Want die kan ik vanavond uitprinten. Dat heb ik allemaal niet meer gedaan. Ik heb mijn blogpost geschreven. En ik dacht, oh, ik moet eigenlijk nog wat foto's bewerken. Want dan kom ik vanavond niet aan toe. Ik had gewoon geen fut meer om die laptop langer bij me te houden. En langer naar het scherm te staren. Dus ik heb het ook gewoon niet gedaan. Dat moet ik straks nog even doen, die e-books en de foto in ieder geval. Ja, die foto's moet ik maar kijken, anders moet ik morgen maar weer doen. Met kerst ben ik gewoon thuis natuurlijk. Dus ja, dat waren allemaal uw dingetjes. Ik heb daarna nog wel weer Rex gekeken en eventjes. Glee heb ik ook gezien. Ik ben nu door seizoen 2 heen. Ik ga nu naar seizoen 3. Die hebben volgens mij ook iets minder afleveringen als seizoen 1 en 2. Want seizoen 1 en 2 hadden wel 22 afleveringen. Seizoen 3 heeft er iets minder. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Dus dat is over het algemeen wel heel leuk. Dus ja, dat eigenlijk, dat was een beetje mijn, mijn ding. Oh, ik voel me nog moe. Ik was vanmorgen een keer wakker. Daar had ik een appje en had ik even op gereageerd. En toen ben ik weer in slaap gevallen, maar ik had heel erg dorst. Ik had dus niks, ik had geen zin om eruit te gaan, dus ik heb ook niet gedronken. En ja, toen werd ik dus weer wakker. En, oh, ik had zo'n droge mond. Ik heb eerst maar even wat water naar binnen gewerkt. Goed, ik ga eventjes een muziekje aanzetten. Dan ga ik eerst maar even die gang in de douche doen. Dan gaan we daarna de cadeaus inpakken. Des te eerder ik begin, des te eerder ik klaar ben. Dus dat is wel fijn. Het is nu lekker dat de kattenbak niet hoeft. Dus die is al klaar. Ik wil jullie even die oplader laten zien. Het is een citraatloze oplader. Ik zal hem even eruit halen. Kijk, als je hem in het stopcontact stopt. Ik heb gewoon de oplader van mijn iPad eraan. Dan gaat hij branden. En deze kant met het hoesje erop doet hij het gewoon. Je moet wel een plat hoesje hebben. Kijk, nu gaat hij dus... Hij gaat nu niet opladen, want hij is opgeladen. Maar dan gaat hij dus opladen, dan wordt je ding groen. Dus dat werkt dus heel erg goed. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de iPad het toevallig ook doet. Kan ik het testen? Ik denk niet hoor. Ik weet niet of hij zo'n oplaadding heeft. Dus doe ik wel even iets groter. Laten we het proberen. Nee, die doet het niet. Die heeft niet zo'n oplaadfunctie. Maar dat is echt... Echt een toppertje deze. Echt een aanrader. Als je een telefoon hebt die draadloos kan opladen, dit werkt echt super. Ik wilde jullie nog even laten zien dat mijn vader deze hele draden netjes had gemaakt. Daar ben ik heel blij mee, want het zag er niet uit. En mijn douchegordijn had weer recht. Dus die heeft hij ook recht gehangen. Dus die boog heel erg door. Dus nu hangt hij gewoon weer recht. Nu hangt hij ook niet zo erg op de grond meer. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga even de douche poetsen. En dan zet ik jullie basis cadeautjes gaan inpakken. Want de douche poetsen doe ik toch elke week. Dat is toch niet zo interessant. Dan doe ik dat even. Het licht is niet meer zo lekker. En dan kan ik straks ook nog even mijn kaartje legen voordat ik vanavond weg moet. Dus dat ga ik nu eventjes doen.
Oké, mijn kerstoutfit voor kerstavond. Ik heb een riempje om van AliExpress. Mijn schoenen die zijn van de Lidl. Het jurkje is van de Trekpleister. En zo zie ik eruit met make-up. Ik moet nog even een geurtje op doen. Dan kan ik nog even een sigaretje roken en wat drinken. Want mijn eten was niet lekker. Want ik had koeknoedels met kipsmaak. En ik had of kip moeten hebben. En ik had curry. Ik ga eventjes verder klaarmaken, want ik ga zo weg. Mijn vader is er al. Dus ja, even de laatste dingetjes en ik zal de camera meenemen. 21. Oké, okay, HVNL. Dank u. We hebben weer met dat bier erop een pak. Ja, het ding was zo. Nee, ik heb niks meer voorgesteld. Oké, hier zou het mee gebeuren moeten. Wat? Hier kun je mee verven, denk ik. Opverven bedoel ik. Ik wou zeggen, hier op zich. Doe je dit zo? Ja, dat is veel beter voor mensen. Toch? Spuit 11 zegt ook wat. Wat nou? Oh! Oh! Ik vooraan zei je gewoon dicht bij de auto weer. Maar zo beeld zeg. Ja, maar het is nu donker. Loopt hij? Ben je juist? Hou nog steeds stil. Ja, maar gewoon. Ja, maar hij loopt. Zo, hij loopt wel. Heb je ooit een camera zien lopen? Ja, maar ik haal hem eens weg, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Witte bal voor de kijker. Oh, superleuk! Oeh, kijk eens, jongens. Ah, oh, leuk, ja. We gaan naar het kijken. Gameappje.nl. Heb je die nog niet? Nee. Ik heb er wel bij staan te kijken, maar ik heb ze niet genomen. Nee, ja, hij is leuk met de camera er ook bij. Daarom hadden we die ook genomen met de camera. Ja. Waarom word je zo dicht op mijn hoofd? Je moet een goed beeld hebben. Jij wilde het bevolgen. Ja. Even goed beeld hebben. Ik ga er een rondje laten. Zit je me nou in te zoomen? Nee hoor. Nee hoor, hij zit in op de muur. Zo vanaf. Nee. Film deze lichtelijke discussie. Die moet ik laten doen. Nee, dat kan niet. Ja, maar hij richt er niet op hier hoor. Hij richt op papa. Heb ik nou weer papier hierin? Doe het hier. Ik kan het niet spannend houden. Ik wel. Ik doe even Frank dan. Nee, hier kom ik niet. Hier zit gewoon niks in. Dat schud ik niet hoor. Nee. Ja, wil je het zeggen wat het is? Ja, dan kun je Frank mee schilderen. Precies, dat wilde ik ook zeggen. Nou, dat wilde ik niet zeggen. Ja, oh, dit is wel zacht. Dit is een goede kwast. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ben je klaar met je schuinige film? Maar dat is een speciaal. Dat krijg ik wel in. Oh. Wacht even, we moeten even ingezoomd worden. Ja, hier. Zoom even in. Niet dat je dit kan lezen ooit, maar... Nee, doe je er maar aan. Ik ga er goed voor zitten, Angela. Je krijgt een cadeautje. Oh, nog niet. Laat jij de camera niet vallen. Oh, dat was de andere camera. Dat is de kerstman. Kerstvrouw. Achter de boom. Nee, die zit naast jou, kerstvrouw. Ja, toch? Ik heb op mijn buik bondgehoopt met deze muts. Oh, echt? Jij hebt nu net de kleding aan, hè? Nee, jullie niet? Maar we hadden wel met dat kerstruim mogen rondlopen. Echt? Nog niet gedaan? Nee, ja. Kijk, jij had wel supermarkt dat ze gewoon mijn eigen kleding aan hadden gedaan. Ja, bij de Aldi mag je niet eigen kleding, maar kerstruim had dus wel... Oh, wat leuk papier! Oh, dat is dat fancy paper. Dit is leuk, ja. Ja, ben je blij mee? Ja, heel leuk. Zeg tegen de kijkers. Zeg aan de kijkers, niet te veel. Abonneren op Gameappje? Nee, op mij. Op jou? Op Dislife. Dislife ben jij? Nee. Gameappje ben jij? Nee, ook niet.
ben je dan? Mensen kennen mijn kanaal. Ja? Ja. Komt een filmpje op nou, of zo? Maar wacht, want nou wordt Maarten natuurlijk heel nieuwsgierig. Ben je klaar? Dan gaan we even naar haar toe. Heb je dan iets te vertellen tegen de volgers? Nee. Nee? Echt niet? Zeker weet het niet. Ja of nee? We vonden het gewoon heel moeilijk. Ik weet het zeker. Oké, nou doei! Doei! Dank u wel! Alsjeblieft. Je moet even... Heel veel plezier ermee. Doe eerst je mond maar leeg eten. Zo'n bitterbal is warm, hè? Ja, wil je ook een bitterbal? Als je de warm nog neemt, dan draai je iets minder hard je mond. Oh. Heel veel plezier ermee in ieder geval. Moet je serieus met alles schudden? Ja, dit doet hij altijd. Dit is een hele... Want dan ben je ook echt nog net zo'n kindje. Heb je het wel gebruikt? Ja. Ja. Shake, 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 shake. Zo'n legpuzzel, 50 stukjes, kan ik dat proeven? Ja. Zit nog wel een leuk verhaaltje bij. Oh, oké. Ik ga lezen voor de kijkers. Ja, nou, nee, ik denk dat ze het wel vertellen. Voor jou. Oké. Voorlezen. Ja. Ja, ga je voorlezen? Nee, dat mag jij doen. Oh, dan lees ze nog niet voor. Hè? Huh? Ja, ik word altijd wel een beetje ongemakkelijk van cadeautjes. Ze gaat heel veel verhalen vertellen die helemaal nergens over gaan. Oh, vet cool. Yeah. Dit is echt zo'n spel voor Nathalie, ja. Om met, samen met Nathalie te spelen. Kijk, daarom heb je hem ook gekregen natuurlijk. Ja. Nou, fijn. Super bedankt, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ja, we vonden het echt leuk. Dit spel. We zaten ik heb Frank gevraagd, heb je tips? En hij kwam met dingen aan die ik niet kon vinden. Die heb ik wel doorgegeven, zeg maar, het is wel lastig. Maar we hebben daar ook over gehad dat ik dat ook wel leuk zou vinden. Dus ik heb het doorgegeven. En het verhaaltje wat erachter zat. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben gedoucht. Ik ga zo even mijn haren kammen en dan ga ik eventjes GTS kijken. Toch nog even relaxen, want ik kan voorlopig toch niet slapen. Alle indrukken vanavond. Ben ik voorlopig toch nog wel wakker. Het was heel gezellig. Hele leuke cadeaus gehad, die zal ik jullie morgen laten zien. En was goed dat ik ook niet zoveel had gegeten, want ze hadden echt heel veel. Dus we hadden echt genoeg. Nou, Frank heeft de vlog nog even overgenomen. Ik heb niet heel veel gefilmd, een klein beetje. Want ja, je bent toch iemand anders en... Diegene zelf wil liever ook niet op de vlog. Dus ja, maar het was heel gezellig. Ik ga dan ook nu de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Ik heb inmiddels 121 abonnees. Dus jullie heel erg bedankt voor al jullie lieve berichten ook. Die ik al heb gekregen voor Bunny. En ja, voor dat jullie allemaal geabonneerd zijn voor deze video. Leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En ja, voor nu zou ik zeggen tot de volgende video. Doeg!